Hey, je hebt ook nog een broertje. Nah. Hij leeft. Woont hij nog bij jou? Volgens mij niet hoor. Ik zie hem nooit in de vlog. Goedemorgen. Ik moet een beetje zachtjes doen. Maar het is 7:00 ochtends bijna. En ik heb vandaag mijn concertje bij vooropleiding. En ik ga even mijn outfit laten zien. Dat had ik jullie nog beloofd. Oké, je ziet het niet zo goed, maar dit is een top met allemaal pailletjes van de Bershka. De broek is ook van de Bershka. Pantalon. En dan deze schoenen. Hoi mam. Sit alone and watch your lights. Our only friend through teenage nights. And everything we want to get, we download from the thuis. Eigenlijk al heel erg lang, maar ik was een beetje te moe om te vloggen. Dus ik dacht van, boeien. Ik zie er ook niet meer uit. Maar goed. Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik een stukje van het concert laten zien. Ik wilde niet het hele stuk in deze video doen. Dus ik moet nog even kijken. Waarschijnlijk zet ik nog wel onze hele optreden online. Maar dat weet ik nog niet. Maar dat ga ik waarschijnlijk wel doen. Dus geen idee of het te zien is. Ik denk het wel, maar ik ben echt kapot. Ik ben echt super, super moe. Dus ik ga nu lekker naar mijn bedje toe. Ha, dat rijmt. Nee, ik ben echt, echt heel moe van vandaag. Het was wel mega leuk hoor. Dus het is waarschijnlijk gewoon echt moe door alle adrenaline en zo. Maar ja, ik ben wel echt moe. Dus ik ga nu lekker naar mijn bed toe. Maar het was echt een super leuke dag. Dus ja, ik heb niet echt veel gevlogd natuurlijk vandaag. Maar ja, dat is logisch. Maar ik moet niezen.
Ja, nou in ieder geval, ik ga morgen weer proberen te vloggen. En nu ga ik weer niezen. Ik heb nu inmiddels al volgens mij 6 keer geniest. Maar ik ga nu met alle poetsen en naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. En ik heb vandaag gedanst en ik ben nu op de zolder. Ik ben helemaal buiten aan, want ik ben 3 keer die trap op en af gegaan. Maar goed, ik doe even het licht aan hier. Ik ben dus nu op mijn zolder. En nou, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben alvast wat zomerkleding aan het uitzoeken wat ik mee wil nemen naar Curaçao. Ik ga pas over 2 weken naar Curaçao, maar ik ga donderdag op wintersport. En dan kom ik terug en dan heb ik 1 dag en dan ga ik naar Curaçao. En ik heb gewoon niet zo heel veel zin om zeg maar binnen 1 dag alles te moeten doen. Dus ik dacht, nou, ik ga nu alvast gewoon even mijn kleding uitzoeken wat ik ongeveer mee wil nemen. En dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Hoef ik daar niet zo om te stressen, want daar hou ik niet van. Ik wil liever gewoon, zeg maar, dat dagje dat ik thuis ben, gewoon lekker even thuis zijn. En niet de hele dag weer lopen stressen voor de volgende vakantie. Ik heb echt ontzettend veel zomerkleding. Dit is niet alles. Maar ik moet toch echt even goed gaan kiezen wat ik mee wil nemen en wat niet. Want dit is natuurlijk veel te veel. En mijn rokjes en zo zitten er nog niet eens bij. Want die neem ik ook mee op wintersport. Dus. Maar goed, ik ga even goed nadenken bij mezelf. Van, yo Pam, wat wil je graag aandoen in Curaçao? Wat doe je snel aan? Niet al je korte broekjes meenemen. Kies er gewoon 1 of 2. En ja, ik ga mijn best doen. Dus dat ga ik nu doen. En ik wil nog heel even iets zeggen over het concert van Fontys. Ik had natuurlijk gisteren gezegd van ja, misschien zet ik hem wel helemaal nog online. Bla bla bla. Maar dat ga ik niet meer doen. Er zijn een paar mensen die dat liever niet hebben. En dat respecteer ik ook gewoon. Dus ik ga niet het hele concertje online zetten. Dus gewoon hetgene wat jullie in deze vlog hebben gezien, dat mogen jullie zien. En verder blijft het concert gewoon binnen onze klas. Ik ben al lang al heel erg blij dat ik wel een paar leuke stukjes aan jullie mocht laten zien van de klas. Maar goed, ik moet het gewoon respecteren als er iemand is die het liever niet wil. Dus dan weten jullie dat. En nu ga ik even mijn kleding uitzoeken. Oké, het is eigenlijk echt een beetje ongezond hoeveel kleding ik altijd meeneem op vakantie. Maar ik kan er echt niks aan doen. Ik heb gewoon mijn kleding nodig. Want ik kan niet van tevoren voorspellen waar ik per dag zin in heb wat ik aan wil. En dat is mijn struggle van het kleding meenemen op vakantie. Ik weet niet of meerdere van jullie dat hebben. Maar ik snap niet hoe mensen maar een paar dingen kunnen inpakken. Ik weet gewoon niet van tevoren waar ik zin in heb op een dag. Soms word ik wakker en denk ik, vandaag ga ik voor een korte broek met een topje. Maar ik word ook wel eens wakker en denk ik, vandaag ga ik voor een jurkje. Of dan wil ik precies dat jurkje aan of dat topje. Of plus, en buiten dat kleed ik me ook meerdere keren per dag om. Dat is ook een ding wat ik echt wel doe. En ik heb ook superveel bikinis mee. Ik ga het laten zien. Ik heb überhaupt gewoon te veel bikinis. Deze hele bak zit vol met bikinis. Het is niet normaal. Maar ik heb gewoon een beetje een bikiniverslaving. Ik wil altijd nieuwe bikinis en dat soort dingen. Maar ook dat, daar neem ik er gewoon superveel van mee. Want ik mix en match ze. En ik heb elke dag een andere aan. En soms heb ik ook dezelfde aan. Maar het kan ook best zijn dat ik mijn bikini gewoon omwissel. En het is misschien erg, maar ik wil gewoon meerdere bikinis mee. Zo ben ik gewoon. Want ja, geloof me, alles wat ik hiervan meeneem, ik doe echt niet alles aan. Maar sommige dingen zijn gewoon handig om mee te hebben. En ik weet gewoon niet wat ik per dag aan wil. Dus ik moet gewoon alles meenemen. Echt een excuus dit, maar het is gewoon zo. Trouwens, het kan best nog wel zo zijn dat als ik terugkom van vakantie en ik ga mijn koffer inpakken voor Curaçao, dat ik alsnog wat dingetjes eruit haal. Want het is gewoon veel wat er nu in zit. Maar weet je, dat kijk ik dan wel. Want dan kan ik het gewoon in mijn koffer kijken en dan moet ik wel. Maar nu heb ik gewoon alle dingetjes die ik het leukst vind gewoon bij elkaar nu. En dan kijk ik daarna wel wat ik wel en niet meeneem.
Want ja, daar heb ik nu niet zoveel zin in. Want dat doe ik wel als ik ga inpakken. Nou, ik ga nu naar mijn tante toe. Maar echt super spannend. Ik ga nu, jullie weten dat ik echt, nou, al 3 maanden geleden geloof ik inmiddels mijn rijbewijs heb gehaald. En sinds die tijd heb ik nog geen 1 keer alleen gereden. Altijd met mijn moeder ernaast. Mijn tante woont niet zo ver. Dus ik heb nu besloten om zelf te gaan rijden. Ik vind het doodeng. Oké, ik ben weer thuis. Ik ben terug van mijn tante. En ik ben dus zelf wezen rijden. En ik ben echt zo trots op mezelf. Ik vind het nog steeds doodeng. Sorry trouwens dat het zo donker is hier. Maar ik vind het nog steeds doodeng. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik ben gewoon continu bang dat ik iets flink fout doe. Maar ik heb het wel gedaan. Ik ga nu wel denk ik nog even ietsje naar achter rijden. Want ik heb het idee dat ik niet helemaal... Ik weet niet. Ik ga even kijken. Volgens mij moet ik iets naar achter nog. Ik weet niet. Nou ja, hier is... Ja, ik ga nog even 1 tikkeltje naar achter. Want deze parkeerplek is een beetje raar. Maar goed, ga ik even doen. Echt. Ik ben echt zo serieus zo trots op mezelf dat ik zelf heb gereden. Ik weet dat dit voor heel veel mensen echt de normaalste zaak ter wereld is. En waarschijnlijk denken sommige mensen ook echt... je hebt al 3 maanden je rijbewijs. Hoezo heb je nooit eerder alleen gereden? Maar ik vond dat gewoon echt nog mega eng. Dat is echt een drempel voor mij om zeg maar helemaal alleen in de auto te zitten zonder iemand naast me. Dat vind ik gewoon, ja, ik vind dat gewoon heel spannend en eng. En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon niet fijn dat ik niet tegen iemand kan praten. Hey Milou! Ik vind het gewoon niet fijn dat ik dan tegen niemand kan praten en... Ik weet niet, als er iets is dat ik het dan helemaal alleen moet doen. Dat vind ik gewoon nog lastig. Dus misschien denken sommigen van jullie echt... Wait. Maar ja. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik het nu heb gedaan. Want ik moet toch die drempel een keer... Ja, ik moet er toch een keer overheen, weet je. Ik bedoel, het is wel zo leuk dat als je je rijbewijs hebt... Dat je dan ook zelf ergens heen kan. En niet altijd alleen maar met je moeder gaat rijden. Dus ik ben echt super blij dat ik het heb gedaan. En het ging ook goed, dus top. Ja, nu ga ik even deze video editen. Ik heb natuurlijk niet heel veel gevlogd dit weekend als in zo tegen jullie gepraat, maar komt goed. Wat? Je krijgt straf. Hé, hey, je hebt ook nog een broertje. Nah. Hij leeft. Woont hij nog bij jou? Volgens mij niet hoor, ik zie hem nooit in de vlog. Nee, hij is er nog. Ik moet even op mijn tenen staan, want anders ziet hij niet op mijn tenen staan. Nee! Ik wil helemaal niet in beeld. Kom maar, kom er ook bij. Kom er ook bij. Dat zijn mijn familie. Zo leuk. Schattig. Nou, mag ik weer weg? Nee. Wolly, hoe is het met je? Ja, heel goed. Nou, ik ben de volgende. Nee, Q&A met Wolter. Kom maar, vraag jij even wat. Misschien moeten we die een keer doen. Q&A met je. Hoe was de film? Hoe was Star Wars? Bij welke film was je? Star Wars. Zo'n teleurstelling. Ja? Was het niet leuk? Was eigenlijk niet leuk, nee. Oh, nou, jammer. Nou, nu mag je weer gaan, doe je? Ja, mooi. Voorlopig kom je niet meer in de vlog, doe. Ik ga nu ook gelijk de vlog afsluiten, want ik ben moe en ik wil naar bed. En dan kan ik hem nu gewoon lekker gaan uploaden. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vonden jullie het niet leuk, dan is het jammer. Maar jullie hebben tot het einde gekeken blijkbaar. Dus. En nu ga ik lekker naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer. Doei doeg!